En toen kwam de vraag van Elliot, mag ik toch het water proberen om te kijken of het niet te koud is? Dus Elliot is het water ingedoken. Ben je gevallen bij het ijsje? En daar vertelde ik dus dat ik bezig ben met het opzetten van een small business. Dus dat is waar ik mee bezig ben. Dit is mijn secret project. Nu niet meer zo secret. This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. Ja? When the old one's gone on the night. Rihanna, kun je er niet door? Kun je er niet door? Pas op met haar vingers, hè, als je die open doet. En nu kan ze er wel bij. Goed opgelet, El. Ik zag haar vingertjes. Het ging net goed. Oei, 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 oei. Gaat het, Rihanna? Gaat het? Oh. Schatje. Oh, Rihanna. Ze viel hem om. Daar komt papa binnen. Die is het appartement beneden even aan het opruimen, want we krijgen volgende week bezoek. En papa gaat last minute, deze zaterdag, het is vandaag zaterdag, gaat hij weekendje naar Nederland op en neer. Voor het werk. We hebben namelijk met de zwemschool hebben we proefzwemmen. Dat betekent dat kinderen die daarvoor klaar zijn gaan oefenen voor het diploma. Gaan we kijken of ze daar goed genoeg voor zijn. En er waren een beetje veel dit keer. En er waren ook was ook best wel wat veel werk te doen. Dus Mike gaat dit weekend eventjes helpen op locatie. En over 3 weken gaan de kinderen afzwemmen. Volgende week is namelijk het zwembad dicht en die week door Pasen. Dus er zitten 2 weken tussen dit keer. En dan gaan we met z'n allen naar Nederland. Maar dit keer gaat alleen Mike naar Nederland. Dus die is even beneden het appartement aan het opruimen. Omdat als die volgende week terugkomt, we hebben een visite over de vloer. En die slaapt lekker beneden. Dus dit weekend zijn alleen ik en de 3 kinderen hier thuis. Dus dat gaat waarschijnlijk weinig slaap worden. Veel feest. Veel pannenkoeken. Je wilde pannenkoeken eten deze ochtend. Ik zal ze even voor je maken. Heb je banaanpannenkoeken? Gewone pannenkoeken. Maar ik kan morgenochtend wel banaanpannenkoeken maken. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Ga ik nu even normale bakken voor je. Ga je vandaag bananen kopen? Kunnen we vandaag wel even boodschappen doen? Dat is een goed idee. Ga ik morgenochtend banaanpannenkoeken maken. Ik ga je ook missen. Oh, schatje. Veel plezier bij golven. Papa's 2 nachtjes. En met Maya. Ja, we gaan zondag ook nog naar het skaten. Dat is goed. Veel zondag, succes, plezier. Ja, dank je. Jij ook. Geniet van je 2 nachten. Volledige rust. Ja. Oh, zo pok. Nee. Geen goed op mama letten? Ja, die gaat jou wel mis hoor. Geen goed op mama letten? Ja. Die gaat jou wel mis. Dada. Succes. Heel veel plezier ook. En laat vooral het koude weer daar. Jos. Love you. Miss you all. Ja, wel een beetje. Ja. Nou, succes, hè? Dag, papa. Mooie tuin. Ja, dat komt goed. Hilarisch dit. Ik ruim altijd de bank achter mij op, zodat als ik de opname doe, dat het iets rustiger, zeg maar, in het beeld eruit ziet. Er staat alleen nu nog een strijkplank daar. En deze haal ik even weg. Zo, kijk. Dan is het namelijk iets rustiger in beeld. En dan helemaal als het... Dit is goed. Dit is goed. Zo is het een beetje rustig in beeld. Maar het huis ontploft ongeveer. Nou ja, het valt ook wel weer mee. Echt wat speelgoed. Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video van The Five of Us. Vorige week was ik jarig. Ja, ik ben vorige week 32 geworden. Ik ben 17 maart jarig. En ja, 32 jaar. Het voelt wel een beetje gek voor mij, want ineens had ik namelijk wel beseft dat je echt niet meer in je 20-jarige zit, maar dat je echt wel vol die 30 in zit. Dus het was even een moment van besef, bezinking, ook tijdens mijn verjaardag. Ik heb er een hele fijne, openhartige post over geschreven, ook op mijn Instagram, over hoe ik de afgelopen jaren een beetje, nou ja, mezelf
ook heb ontwikkeld en heb ontdekt en zo. En nu 32 jaar. Ja, en leven we ons leven hier in Spanje. En ik had ook nooit gedacht dat ik op deze leeftijd met 3 kinderen en de liefde van mijn leven hier in dit land zou wonen. Ja, weet je, je hebt het leven natuurlijk niet voor het zeggen. Maar wat ik wel weet is dat je er echt een beetje zelf aan moet werken. Wil je iets bereiken? En ik ben ontzettend trots op ons gezinnetje. Ontzettend trots op onze kinderen. Ontzettend trots op het harde werken. Wat Mike en ik altijd voor elkaar boksen om, ja, om toch alles voor elkaar te krijgen. En super trots op onze YouTube video's die we toch iedere week weer posten. Ik vind het fantastisch om erop terug te kijken. En het is ook echt een schatkistje aan herinneringen voor onze kinderen voor later. Maar ook voor onszelf voor nu al. Als ik nu kijk naar de video's van 1, 2, 3 jaar geleden. Dat de kinderen nog echt super klein waren. Dan ben ik zo dankbaar dat ik toch iedere week weer een video maak. En zo dus ook deze week weer een nieuwe video. Ondanks dat Mike van huis is, ga ik toch aan de slag dit weekend om weer een mooie nieuwe video te maken. En terug te kijken op de afgelopen week. De video van de week hiervoor was natuurlijk het skaten in het skatepark. En ik vond dat zo fantastisch leuk. Ik wilde namelijk een skateboard voor mijn verjaardag. Inzoomen. Uitzoomen. En de deur gaat open. Mama, ik zei niet eens de deur. Ik ga wel kijken wat jij leuk vindt. Nou, laat zien. We gaan een cadeautje voor mama. Waarom? Omdat hij deze. Ook deze hebben. Ergens maakt een grote baan. Nou, kijk het achter je. Nou, mag ik even proberen? Oh! Oh! Hey. In het rek. Mama, ja? Ik wil de hele tijd jou op de hand geven. De hele tijd mijn hand geven? Oké. Okay. Zo joh, hij gaat gewoon skaten. Ik ben gewoon goed in skateboarden. Oh my god, zag je dat? Mag ik een kinderbordje hier? Doorgaan als je die beweging kan houden.
hoop er morgen mee ook naar hetzelfde skatepark weer te kunnen gaan om te gaan oefenen. Op zich gaat het best wel aardig. Het is een surf skateboard. Dus dat betekent dat je eigenlijk het gevoel van een surfplank op het water, maar dan op het droge oefent. Dus wie weet dat het ooit kan leiden ook naar surflessen. Dat zou wel een wens voor mij zijn. Ik zou dat super leuk vinden om ook surflessen te gaan volgen hier. Maar over surfen gesproken. Het is natuurlijk weer super lekker weer aan het worden buiten. En het buitenspringbad gaat eindelijk weer open. Als het goed is. Volgens mij roep ik dat al 2 maanden. Maar dit keer hebben we echt een bevestiging gekregen dat wij in april weer kunnen gaan starten met het schoonspringen. Dus als het goed is gaan we begin april weer naar het buitenzwembad. En zo sluiten wij dus de hele periode binnen trainen af. En gaan we nu eindelijk weer naar het buitenzwembad. Ik dacht misschien is het wel leuk om even dan een korte compilatie te maken van de afgelopen maanden dat we binnen hebben getraind. We zijn deze week al wel een paar keer wezen trainen naast het zwembad. Om toch ook weer een beetje in die vibe te komen van sporten bij het zwembad. En toen kwam de vraag van Elliot, mag ik toch het water proberen om te kijken of het niet te koud is? Dus toen zei de trainer, ja dat mag wel eventjes. Dus Elliot is het water ingedoken. Het is wel koud hoor. Oké, good for the day. Jump to the water. Strong like in the ball inside. Me gusta demasiado. Yo muchísimo en cambio. Profundo. Tip. Ja jongens, ik heb er vorige week al een klein beetje over verteld dat ik bezig ben met een soort secret project. En ik weet dat er inmiddels best wel veel kijkers ook een kijkje nemen op mijn Instagram pagina. Super leuk om jullie daar ook te mogen ontvangen, want dan heb ik ook een beetje beeld bij de mensen die naar mijn YouTube video's kijken. Nee, dus... Elliot heeft gesneden. Heeft hij een snee? Oh jeetje. Oké, nou, Elliot die was dus iets aan het snijden. Die wilde een speer maken voor Oliver en die sneed tussen zijn vinger. Maar het viel volgens mij wel mee, het is een beetje een oppervlakkig sneetje. Ik vertelde natuurlijk over mijn secret project en dat ik wat al op Instagram daarover had gedeeld. En er zijn dus een aantal kijkers die mij nu ook op Instagram volgen. En dat vind ik super leuk, omdat ik nu namelijk ook een beetje een beeld krijg bij de mensen die naar deze video's kijken. Dus welkom op mijn Instagram account en volg je mij nog niet, dan kun je mij hier onder deze naam kun je vinden op Instagram. En daar vertelde ik dus dat ik bezig ben met het opzetten van een small business. Ik vind het namelijk heel erg leuk om dingen te creëren. Ik ben natuurlijk van origine ook grafisch vormgever, dus ik vind het altijd leuk om bezig te zijn met dingetjes maken, waaronder deze video's, maar dus ook sieraden. En nu dacht ik, weet je, we hebben ook een webshop in zwemkleding. Ik kan natuurlijk ook gewoon een webshop maken met sieraden die ik zelf maak en ga verkopen. Je ziet hem al om mijn nek hangen. Ik ga dus van dit soort surf
kettingen en armbanden en anklets ga ik maken. En die ga ik verkopen. En ik ga jullie en nu dus eventjes een kijkje geven in mijn mini studio die ik hier heb gecreëerd. Welkom in mijn studio. Ja, dat is gewoon de eettafel. Daar staat mijn laptop waar ik altijd mijn video's ook in edit. Met daarachter een kast die ik gebruik om mijn bestellingjes in te pakken. Want ik heb dus echt al een paar bestellingjes gehad. Voor de webshop, voor wat kettingjes, voor kinderen ook, maar ook voor volwassenen. Dus echt super leuk. Ik heb ook een TikTok-account ervoor aangemaakt. En dan kun je dus zien hoe ik mijn pakketjes inpak. TikTok-account staat hieronder. En als je dan doorloopt, niet dat er super veel ruimte is, maar als je dus een klein beetje doorloopt. Dan zie je hier mijn mini-studiootje waarbij ik hier een heel leuk kastje heb gekocht van de IKEA. Nou, iedereen kent dit kastje geloof ik wel. En dan heb ik een paar bakjes heb ik erbij gekocht waar ik hier dus de draden in heb liggen voor de kettingen. Dit is van het Visose draad heet dat geloof ik. Rekbaar. Ik wil hier armbandjes van maken en dan heb ik hier nog een soort elastiek draad heb ik nog. Ik heb hier al een klein plekje gemaakt voor wat verzendzakjes. Maar er komen dus van de week nog veel meer verzendzakjes binnen. Knalroze. En die ga ik hier dus mooi netjes in opbergen. En stickertjes heb ik binnengekregen. Mijn shopje gaat heten Benga Beats. Het is een beetje gebaseerd, denk ik ook wel, en geïnspireerd door de naam Benga Boys. Voor de mensen die uit de jaren 90 komen, die weten wel waar ik het over heb. En anders moet je maar even op YouTube zoeken. Superleuk, Benga Boys. Maar mijn shop heet dus Benga Beats. Benga is een Spaans woord en dat betekent gaan. En beats betekent natuurlijk kralen in het Engels. Dus vandaar de naam Benga Beats. Hier heb ik nog wat bakjes. Ja, ik heb nog niet helemaal de goede indeling, denk ik, hoe ik het helemaal wil hebben. Maar in deze bakjes zitten wat haken die ik gebruik voor mijn packboard. Daar kom ik zo nog eventjes. En hier heb ik wat bloemetjes gekocht, zo'n nep bloemding. En daar haal ik de bloemetjes van af die ik dus eigenlijk bij een bestelling wil meesturen. Gewoon als een soort aankleding. Zakjes waar straks de producten in gaan. Nog meer touwtjes. En dan hieronder heb ik een hele bak die ik nog netjes moet gaan verdelen. Met nieuwe binnengekomen kleurtjes en kralen. Maar deze gebruik ik al wel nu om wat producten te maken. Dus het zit helemaal vol met alle verschillende soorten kleuren en formaten. Van die kleine kraaltjes. Je stelt die scherp? Ja, zo. Van die kleine kraaltjes. En ook van die wat grotere kralen. Daar heb ik hier alvast het een en ander netjes in opgeborgen. Gereedschap om te knippen en te doen. Om verschillende soorten leuke designs heb ik hier liggen. Nou, haakjes natuurlijk om de kettingen goed vast te maken. En sluitingjes of in maat te kunnen verstellen. Nog meer kleuren. Dan heb ik hier mijn notitieboeken. Waarin ik allemaal planningen ga maken voor hoe ik mijn social media wil gaan aanpakken. Want ik wil namelijk heel veel gaan doen via social media ook. En hieronder krijgt de deksel er even niet, of heb ik nog wat meer kralen. Ook voornamelijk voor de kinderen, want die vinden het hartstikke leuk om ook sieraden te maken. Dit is dus een beetje mijn werkplekje. Dan heb ik hier dus mijn packboard. En hier probeer ik echt een soort mini-studiootje van te maken met een zoutlamp. Hartstikke gezellig, voornamelijk 's avonds. Want die schijnt hier namelijk dan een paarse gloed schijnt hier op van onze eetkamerlamp daarboven. Hier maak ik mijn sieraadjes. En hier ga ik dus de spulletjes heel mooi in presenteren. Je ziet dat ik hier al een aantal producten heb gemaakt die ik nog moet gaan inpakken. Die van Elliot en Oliver hangen er ook tussen. En een paar kettingen die ik eigenlijk dagelijks om heb, maar die ik ook ga gebruiken voor fotograferen als voorbeeld van producten die ik verkoop op de webshop. En hier zijn dus al een aantal bestellingen die ik heb gekregen en die ik nog ga versturen. Daar heb ik een kaartje omheen gedaan met een stickertje erbij. Die armbanden, waarschijnlijk zijn deze ook verkocht. Deze is voor een vriendinnetje van Elliot. En hier ga ik een voorraadje aanleggen van doorlopende producten. Zoals bijvoorbeeld deze. Die heet Furry Friends Collection. En dat is met een hondenpootje erbij. Met deze erbij. Ja, met deze paarse. Dit is Elliot's lievelings. Dus die gaan erbij. Dan heb ik nog in het roze, in het geel tinten. Nou, de wand is nu nog een beetje leeg. Maar die wordt dus straks helemaal gevuld met doorlopende collectie. En dus ook echt customized producten zoals deze ketting. Waarbij je dus
ja, je naam kan laten maken. Deze is dan voor Bibi. Dus dit ga ik echt helemaal op touw zetten. Dit wordt echt een webshop. Ik ga heel veel doen met social media. Ik ga hele leuke filmpjes maken. Hele leuke inspiratiefilmpjes. Impactfilmpjes ga ik maken. En ik neem jullie eigenlijk dus via social media ook helemaal mee in het proces. Als je zo'n kettingje bij me bestelt. Hoe ik dat maak en hoe ik dat doe. En ik ga het dus ook verkopen via social media. Maar ook via mijn webshop. En die gaat heten bengabeats.com. En voor de fans van het allereerste uur. Volg mij eventjes op Instagram. @bengabeats staat hieronder. En voor de eerste paar bestellingen heb ik ook een superleuke giveaway. Dus als je mij volgt op Instagram en je wil echt iets bij mij komen bestellen, zorg dan dat je me volgt. Want voor de eerste volgers, die krijgen dus een leuk presentje erbij van mij. Dus dat is waar ik mee bezig ben. Dit is mijn secret project. Nu niet meer zo secret. Superleuk. Ik krijg hier ontzettend veel energie ook van. Want ik vind het hartstikke leuk om dit te creëren. En ik krijg ook echt heel veel leuke reacties van klanten die al bij mij hebben gekocht. Dus als je dit nou ook leuk vindt, volg mij dan zeker ook even op Instagram. En misschien zie ik jullie daar. Maar inmiddels is het tijd om naar de golfles te gaan. Dan zien we jullie volgende week weer in een nieuwe video van... The Five Oar Fast en Diving Elliot. Diving Elliot, ja. Deze springkampioen gaat weer lekker naar buitenbad. Tot volgende week. Ik vergeet nu dus gewoon echt helemaal het belangrijkste te vertellen. En dat is wanneer ik live ga. Maar mijn doel is om in eind april, begin mei live te gaan met mijn webshop. Dus... hou mijn Instagram in de gaten voor leuke lanceringen, toffe deals, leuke aanbiedingen, leuke producten. En als je zelf inspiratie hebt of je zegt van joh Floor, kun je zoiets maken? Laat het me zeker weten, want ik ga dus ook op verzoek dingen maken. Volg mij op Instagram en op TikTok, apenstaartje bengabeats. En kijk ook op bengabeats.com. Hou de website in de gaten. Hij gaat dus eind april, begin mei ga ik echt officieel live. Ik hoop jullie ook daar te zien. Adios!